Oh, what the fuck? What the fuck? Kom maar. Holy fuck! Heel beste chiefers hier en welkom bij de tweede aflevering alweer van de Knife Only Challenge. Deze keer is het op de map Octane. Dat was even lastig. En ja, ik heb wat tips gekregen via Twitter van Ruben dat ik rustig aan moet doen. Ik moet niet zo gaan rushen. Ik moet proberen om rustig aan te gaan doen aan het flanken. En geen kut-homo's tegen te komen. Ik probeer gewoon een beetje hier zo omheen te gaan. Deze map is wel groot hiervoor, maar ja. Moet ermee doen. Even kijken of hier een camper zit. Nee, geen camper deze keer. Oh, maar daar zit er natuurlijk wel een. Lekker man. Ga dan ook goed camper, dat ik je nu kan terugnijven. No, 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 no. Weg, 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 weg. Kom hier maar heen. Kom nou. Waarom komen ze nog niet? Verdomme. Hier dan. Ze zitten op toppand, hierboven. Echt jongen, vieze flikker. Ja, dat is één. Ga weg, weg, weg. Oh, what the fuck? What the fuck? Kom maar, kom maar. Ik dacht eigenlijk dat ik net al dood was. Kom maar. Holy fuck! Deze mensen falen ineens hard, jongen. En nu ga ik luisteren of ze hier weer langskomen. 5 om 3. Nog 15 kills te gaan. Ah, ik zat net even te krabben, verdomme. Ah, ik had net zo'n mooi plekje. Kom dan. Rustig aan. Dat is weer één. Dat bedoelt hij dus met rustig aan. Ik weet dat daar één zit. En hij weet ook dat ik daar zit. Kom op, nog 14 te gaan. We gaan zelfs nog positief ook. Rustig, rustig, rustig. Kijken of hier een camper zit. Geen camper deze keer. Oh, hoe wist hij dat zo snel? Hoe kan hij mij horen? Ik heb fucking dead silence. Daar ga ik niet achteraan. Snel. Kom hierheen. Alsjeblieft. Lekker jongens. Ah, dat is dan weer jammer. We hebben een vest. En we gaan achter hem zweven. Dus we moeten nog 12 kills proberen te maken met de knife. Ik denk dat ze hier gaan spannen. Dat hier zijn natuurlijk geen enemies. Of hier zijn geen teammates. Dus er moeten er wel enemies zijn. Hoppakee. Hem probeer ik even voorzichtig te pakken. Oh fuck.
Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Snel. Fuck, waar zijn ze? Ze zijn weg hier. Hoppakee, daar was hij. Ik hoor hem steeds al een beetje rondhuppelen. Maar daar was hij dus. Nu zit ze daar. Kun je snel. Eromheen. We zitten op de helft nu. Hoppakee. Drop knife ding iets. Achter me. Achter me, achter me, achter me, achter me. Snel. Oh nee, dat was zo mooi geweest. Kutvestje. Had we even iets langer gehouden. Hij zit nog steeds hierboven. Ik ga iets heel riskants doen. Kutbeest, sterf. Toppan zit er ook weer een. Oeh. Dat ik hem ook nog had, jongens. Night Owl weg. Maakt niet uit. Snel, snel, snel. Ik wist dat er gewoon één kwam. Dat soort dingen moet ik dus proberen om niet meer te doen met knife runnen. Oh, vieze kill stealer, die had ik gehad. Nog even snel wat kills maken, maar ik ben bang dat die hond hier weer zit. Snel. No. Snel. Kutbeest, flikker op. Ah, klote beest. Ik kan daar helemaal niks tegen met mijn knife. Hij zit weer boven, hè, die hond. Maar, hoe weet hij dat dan? Oh, het scheelt dat een camper is, want ja, die heb je niet in Call of Duty Ghost. Het is bijna afgelopen. Laten we dan nog wel even gewoon positief gaan. Op zich hebben we dit nog redelijk gedaan. Niet heel geweldig. ID, tuurlijk joh. Waarom niet? Lekker campus. Toch als eerst geëindigd in mijn team. Maar we hebben weer 7 kills te weinig. Laat gewoon even een like achter en dan proberen we het de volgende keer weer. Bye bye mensen.